allemaal welkom namens het bestuur van het waterschap. Mijn naam is Ton Wegdan, ik ben bestuurslid van waterschap De Dommel. En ik kwam Frans tegen nog niet zo lang geleden tijdens een feestje en die vertelde over deze fotoprijsvraag. Dat ging over water en hij zocht een locatie. Ik zeg, joh, kan niet beter dan op de waterzuivering hier in Tilburg. Ik heb de foto's even bekeken bij het binnenkomen van het... van dit gebouw en ze liggen er fantastisch mooi bij, maar zijn allemaal wel hele mooie foto's. Het is helder water, het is schoon water, maar vergeet niet dat water ook heel erg smerig kan zijn. Nou, jullie hier toch zijn en dan neem ik maar de gelegenheid om iets over de rioolwaterzuivering te vertellen. Wij zuiveren hier nou op dit moment, maar we hebben natuurlijk ook een beleid voor de toekomst. En dat is niet alleen zuiveren. Want besef dringt langzaam bij iedereen door dat je met afval, we hebben natuurlijk het slipafval, dat je daar eigenlijk een product van moet maken. En dat is niet alleen met slipafval, maar met alle soorten afval. Afval kun je ook weer gebruiken als een soort grondstof. En wat hier gebeurt is dat er gas gewonnen wordt, en dat is wel bekend, biogas. Maar we gaan dat ook stevig uitbreiden. Ik heb het hier voor me, publieksprijs. Daar zit in 2 kaarten voor de Tilburgse Revue. Heel actueel. Ik heb daar hele goede recensies van gelezen. Het moet fantastisch zijn, dus dat is op zich al een prijs waard. Maar daarbovenop, krijgt u ook nog een bon voor een portretsessie bij Frans van Aarden. En dat is natuurlijk fantastisch. Nou, na veel wikken en wegen, maar het was er ook wel duidelijk in de lijst te zien, is gekozen het schilderij. Als publieksprijs, druppels op metaal. Mag ik een kusje? Ja. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Leuk. Dankjewel. Goed. Ook proficiat. We hebben al 65 jaar een heldere kijk op foto's maken. Vandaar het thema water. Vandaar dat we ook dit jaar 10.000 flesjes met water hebben uitgereikt aan onze klanten. En vandaar dat we samen met fotograaf Akloemen ook de fotowedstrijd natuurlijk water hebben georganiseerd. Dankjewel Frans. Frans vertelde het al, het is niet helemaal per ongeluk dat wij samen met de firma Frans van Aarle deze wedstrijd hebben georganiseerd. Een tijd geleden zei Frans, we hebben iets te vieren, we bestaan al een hele lange periode. En we willen dat graag met de mensen samen in de regio, met de klanten, dat vieren door een wedstrijd. En uiteraard hebben wij graag gehoor gegeven aan het verzoek om dat mee gestalte te geven. Als je als jury de opdracht krijgt water, en we hebben daar vervolgens samen in goed overleg natuurlijk water van gemaakt, dan kun je heel veel kanten op. Meneer Wegdan, die zei het al, je kunt het hebben over schoon water, je kunt het hebben over zuiveren, kortom, je kunt er heel veel kanten mee op. Als fotografen, tegenwoordig gelukkig met de digitale wereld is het iets minder geworden, maar als fotografen hebben we ook de natuur natuurlijk enorm belast in het verleden. Je hebt veel water nodig om papier te maken, chemicaliën natuurlijk in het oppervlaktewater. Het moet allemaal gezuiverd worden. Per slotverrekening zitten we dan hier ook op goede plaats natuurlijk, dat het allemaal zo gerealiseerd wordt, dat het ook weer schoongemaakt wordt. We hebben prachtige foto's gezien, we hebben er 13 uit geselecteerd, maar die andere foto's waren ook heel mooi. Maar je ziet dan inderdaad dat men zich toch vooral, als het gaat over natuurlijk water, toch ja, beperkt ook naar dat woordje natuurlijk. En we hebben dan ook geprobeerd als jury dat zo goed mogelijk te spreiden, want we hadden een hele tafel vol, dus erg veel ingezonden. En toen hebben we gezegd, kijken we eens naar wat er allemaal zo aan mogelijkheden is. En toen hebben we geprobeerd om met die 13 foto's de spreiding over de onderwerpen zo goed mogelijk te doen. 65 jaar fotograaf van Aarle is natuurlijk best een hele tijd. Mijn opa is in 1946 begonnen, na de oorlog. Als fotograaf, want fotohandel bestond toen eigenlijk nog niet. Er waren eigenlijk nog geen camera's te koop. Toen was het echt nog een ouderwets ambacht. Als u wel eens op onze winkel op de Kalversweg komt, staat daar nog een hele mooie antieke grote studiocamera. Echt zo'n houten kist in feite met niets anders dan een lens ervoor. De camera obscura, waar we steeds in de fotocursus over praten. En met sluitertijden van toch gauw richting 10, 15 seconden kon u inderdaad bij de fotograaf een foto van uzelf laten maken, een portretfoto. Nou, in die tijd van 65 jaar is er vreselijk veel veranderd. We zijn, dat betreft zijn we ook als bedrijf gegroeid. We hebben nu een aantal vestigingen. Maar ook met name in die fotografie is heel veel veranderd. We zijn allemaal van de analoge tijd naar het digitale tijdperk gegaan.
En we werken niet meer met sluitertijden van 10 of 15 seconden, maar met millisecondes. En het is allemaal heel snel en vluchtig geworden. Van alle foto's die op dit moment gemaakt worden in de wereld, wordt maar 10% bewaard. Dus daar reken maar uit hoeveel dat er al vervliegt. En van die 10%, ik heb het maar even voor je opgezocht, wordt nog geen 2% afgedrukt. Dus 98% van de foto's is vluchtig, is weg. En dat kan wel eens heel goed gaan betekenen dat we straks een generatie voorbij zijn en dat we gewoon geen foto's meer hebben van waar we op dit moment mee bezig zijn met z'n allen. En daarvoor vonden wij het ook zo belangrijk dat we samen met de fotoclub een fotowedstrijd hebben georganiseerd. Want die fotowedstrijd die stimuleert u om weer wat kritischer te gaan kijken naar compositie, naar beeldopbouw en dat soort dingen. En daar zijn we heel blij mee, want u heeft ze waarschijnlijk allemaal al gezien, die 13 foto's die genomineerd zijn uit de ruim 100 inzendingen. Dat is dus op zich al knap dat u genomineerd bent, hè, want dat betekent dat u hoort bij die 10% waarvan de jury vond dat u bij de beste hoorde. Dus dat is op zich al een compliment waard. En Maud. En dat was de foto van... Vissers op de steiger. En dat was de foto van... Als je eerste is geworden, Jostijn Lichtvoet met de macro-opname.